De held van deze aflevering wilde ook naar Mekka. En hij was een van de eerste westelingen die daar aankwam. Hij werd geboren als Christian Snoek Hoegronje in het Brabantse Oosterhout. Christian weet de Nederlandse regering ervan te overtuigen om zijn reis naar het Midden-Oosten financieel te ondersteunen. Daar aangekomen koopt hij een Ethiopische slavin en bekeert hij zich tot de islam. Hij laat zich besnijden en heet voortaan Abdul Kafar, Christian Snoek Hoegronje. Als islamoloog even beroemd als omstreden. Maar voor mij ben je uiteindelijk toch een echte Brabantse held.